Omdat we met z'n allen in quarantaine binnen zitten, ga ik iets doen wat normaal gezien niet mag. Nee, dit is verschrikkelijk illegaal. Niemand doet dit bijna, maar ik offer mezelf op om het te doen. Ik ga naar buiten. Ik ga farmen in Farmcraft, zodat jullie niet naar buiten hoeven. Ik doe het voor jullie, jongens. Ja, ik weet het. Graag gedaan. Ik ga vandaag Farmcraft spelen. En ja, wat houdt dat in? Nou ja, we gaan gewassen verbouwen, jongens. Ik zie heel veel tekst. Ik had verwacht niet zoveel tekst. Plant de zaadjes, ja. En pluk de gewassen. Oké, nou ja, verkoop zaad, verkoop. Wow, wacht, vliegtuigen? Oeh, er komt een merchant langs, een verkoper. Oké. En we kunnen dieren kopen. Dit komt helemaal goed, jongens. Nou, waar is mijn farm? Breng me naar mijn farm. Oeh, dit is mijn farm. Oh, het voelt zo goed om weer buiten te zijn. Ik ruik stront. Is dat mest? Ik hoop dat dat mest... Gadverdamme. Oh, ik snap al waarom iedereen binnen blijft. Jonge, jonge. Hey, oké, we hebben hier dingen. Ik moet zaad kopen om hier te gaan planten. Tenminste, dat is het plan. Oké, ik heb 10 uries. Oké, wat gaan we ervan kopen? Gaan we mais kopen, tomaat of sla? Ik zou zeggen, we gaan meteen voor het duurste. Sla. Lekker wat sla. Hupsakee, we hebben slazaad. Nou, doe het in de grond. Zo. Oeh, boy, dit ziet er mooi uit. En nu? Moet ik nu een regendans doen? Hai-ja, hai-ja, ha. Hai-ja, hai-ja, ho. Hai-ja, ho. Moet ik oprecht hier nu gewoon gaan staan wachten? nou, ik ga even wat drinken halen, jongens. Ik zie jullie zo weer. En er is niets gebeurd. Wat de heck? Moet ik nog meer doen? Oh, ik doe rechtermuisknop. Ze groeiden. Oké. Oh, dat was gewoon toeval. Kan ik ze nu... Ik wil... Oké. Ze groeiden in ieder geval. Het duurt een tijdje. Weet je wat? Ondertussen gaan we wat hout halen. In Forest Island. Wacht even. Die moet ik ook kopen. 300 coins. Wat? Ik dacht, ik ga naar buiten. Het zal leuk zijn. Maar wat is dit? Ik word gewoon afgezet waar ik bij sta. Oh, is de sla klaar? Alsjeblieft, ik heb mijn geld nodig. Interact with the dirt pile. Wat moet ik ermee doen dan? Oh, ik heb 10 coins gekregen van de overheid. Hey, dankjewel overheid. Toppie. Volgens mij zijn ze klaar. Kijk, ze zijn gegroeid. Geef me... Yes! Ik heb wat kropjes sla. Kan ik die weer planten? Nee, dan moet ik eerst zaad kopen. Oké, we gaan het verkopen, jongens. Hoeveel geld krijgen wij? Plaats uw gok in de comments. Niet vals spelen. Ik weet dat er mensen zijn die altijd vals spelen. Doe dat niet. Hoeveel denk je? Ik gok... 60. Ik denk 60. 10 per slaatje. Kom op, hoeveel is het? Oh, 3! Ik ben afgezet. 18, maar dat betekent dat we spullen kunnen kopen. Weet je wat? We gaan nu niet voor sla. We gaan eens kijken hoeveel dit oplevert. Dan kopen we hier 10 zo. En deze en deze. Hupsakee. Nu begint het farmen pas echt, dames en heren. Hier de tomaten. Dat zijn onze duurste. Hupsakee. En hier doen we de korn. En hier... Oh jongens, wij worden zo rijk. Wij worden zo rijk, jongen. Alright. Let it grow. Ik ga gewoon ondertussen potjes Brawl Stars spelen. Want ik moet daar toch trofeeën grinden. Dus dan ga ik dat in de tussentijd doen. Hey, volg je mijn Brawl Stars kanaal niet? Check het linkje in de beschrijving of zoek op Dodo 2, Dodo Brawl Stars. Dan vind je het. We hebben ook een club. Dus die mag je ook joinen als je wil. Nou, we gaan nog een potje doen. Volgens mij zijn ze bijna klaar. Ik denk dat ze nog één ding nodig hebben. Nee, wacht eens even. Deze zijn klaar. Let's go. Kom maar met die centjes. Kom maar met die centjes. Kom maar met die centjes. Heerlijk. Oké, we gaan eerst even kijken hoeveel we verdienen met corn. Ik denk... Wat was dat? Dat was het goedkoopste. Ik denk 1 coin. Het zal heel sneu zijn, maar ik denk het wel. Ah, ik wist het. Ik wist het. Nou ja, we hebben in ieder geval weer 20 centjes. Oeh, kijk. Tomaatjes erbij. Nou, die zullen we dan wel voor 2 verkopen. Verkopen ze voor 2? Ja. Oké, cool. Dus dan kunnen we berekenen. We verdienen hier
6 keer 1 mee. Ja, 6 keer is sowieso moeten we voor letters gaan. Hupsakee. Geef mij al die letters. Ik bedoel sla. Kijk eens eventjes, jongens. Kijk eens eventjes, hard aan het werk, hoor. Iedereen zit binnen thuis. En ik zit hier te werken op het land. Verdorie. Maar ja, zo kom je wel aan die geldstaafjes, hè. En we kunnen straks gewoon een eiland kopen. En we moeten kijken of die vliegende meneer... Ja, laten we eens kijken of het vliegtuig is aangekomen. Want sowieso dat hij speciale dingen meeneemt in zijn vliegtuig. Hier hebben we de Farm Airfield, het vliegveld. Elke dag zal de merchant arriveren. Ze verkopen rare, exciting en exotic items. Speciale items. En ze zijn er alleen maar voor een korte tijd. Oh! Arriving in 10 minutes. Hij komt eraan. Ik heb geld nodig. Ik heb geld nodig. Waar is mijn geld? Kom op, sla. Kom op, sla. Alsjeblieft, groei. Groei. Ik zit nu gewoon letterlijk een game te spelen waar ik zit te kijken naar een krop sla, hoe die groeit. En jullie kijken naar een video van een guy die kijkt naar sla dat aan het groeien is. Dit is wat quarantaine met je doet, jongens. Kom op, sla. Kom op. Ik heb het gevoel dat vliegtuig elk moment kan komen. Of ze bedoelen 10 minuten in het echte leven, maar dat zou een beetje lang zijn. Maar het zou kunnen. Kom op, sla. Alright, volgens mij is hij klaar. Yeah. Let's go. Upsakee. Dit zijn de geldbedragen die we willen zien. Tenminste, dat worden ze straks. Het vliegtuig landt denk ik toch over oprecht 10 minuten in het echte leven. Dus dat zal ik flink voor jullie doorspoelen. Alhoewel, jullie hebben ook wel dingen te kijken in quarantaine. Maar we knippen wel een stukje door. We gaan het sla verkopen. Hupsakee. Nu worden we rijk. Oeh, yes. Dat is lekker. 90 centjes. En nu gaan we wachten op het vliegtuig. En gaan we speciale dingen kopen. Ik ben wel benieuwd, want dat zal waarschijnlijk ook wel weer meer opleveren. Nu is alleen wachten op het vliegtuig. Hey, 10 coins erbij. Dankjewel, bank. We hebben 100 coins. Dat is eigenlijk wel fijn, want ik denk dat 90 misschien een beetje een ongemakkelijk coins aantal was. Om iets te kopen. Ik ben ondertussen weer een paar minuten verder met wachten hier. Top game. Oh nee, ik ben naar beneden gevallen. Oh nee. Vliegtuig niet nu hier zijn. Oké, hij is er niet. Ik ga weer verder rondspringen. Probeer te lezen wat hij hier verkoopt. Hij verkoopt 4 dingen. Maar wat is het dan? Wat verkoop je dan? En waarom duurt het zo lang? Volgende keer ga ik gewoon tegelijkertijd mijn Brawl Star video's opnemen. Het scheelt me heel veel tijd. Zo hard aan het winnen, joh. Oh, hij komt over 1 minuut. Oké, ik moet het potje afmaken. Ik ben nog bezig. Oké, de laatste persoon. En we hebben gewonnen. Hey, lekker gedaan, El Primo. Hij komt er. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Daar vliegt hij. Stop. Stop. Stop die vliegtuig. Oh, ik heb hem gestopt. Toppie. Oké, wat heb je te koop? Wat zit hierin? Oh, niets. Wat zit daarin? Oh, niets. Fantastisch. En daarin ook helemaal niets. Oh, wat hebben we hier? Appels? Ik zei het toch. 100. Ik wist dat dat een bedrag was. Ik ben echt professioneel boer. Fertilizer will not work on gone apple seeds. Wow, oké. Nou ja, ik heb maar geld voor 1 appel. Oh, je mag er ook maar 1 per klant. Oké, dankjewel, dude. Ik ga het snel planten. Want misschien kan ik dan nog snel die andere kopen als die is gegroeid. Ik weet niet hoe lang die blijft. Hij is er nu... ik denk 20 seconden. Maar je hebt dus fertilizer, dat je het sneller kan laten groeien. Yo, dat kan ik wel gebruiken. Oh. Ze hebben gewoon nog steeds de... Ze hebben gewoon nog steeds de oude properties op de NPC zitten. Dat is een beetje gek. Maar oké. Ik ga dan op zoek waar ik mest kan vinden. Oh, waarschijnlijk bij de dieren. Lijkt me. Hallo? Hebben jullie mest? Hier. Oh, kijk. Dus daarom moet je denk ik dan het dier kopen en dan kan je het bemesten. Nice. Oké, dat wordt mijn volgende aankoop. Die guy blijft trouwens echt super lang staan met zijn vliegtuig. Dus zoveel haast het ook allemaal weer niet. Weet je wat? Als ik toch zit te wachten op deze bomen, ga ik wel even mijn kerstboom uit elkaar halen. Perfect moment. Ik moest dat toch nog doen en ik had daar nooit tijd voor. Maar ja, dit is perfect. Dan maak ik en video's en ik laat mijn kamer op. Ideaal. Bomen zitten er toch helemaal niet op. Kijk nou, hij is gewoon nog steeds hetzelfde. De tijd dat die boom groeit, breek ik een boom af. Zo, hebben we in de tussentijd even de kerstboom afgetuigd. Ondertussen
Zijn de appels niet verder? Hoe dan? Hoe is dit mogelijk? Oh, en is hij weg? Nee, hij staat er ook nog. Oh, hij gaat weg. Oké. Okay. Nou ja, echt precies als ik het zeg. Volgens mij hoorde hij het. Sorry, man. Sorry, niet lullig bedoeld, hè. Maar je stond er gewoon erg lang. Planting seeds, interact with the middle of each plot using seed. Ja, dat heb ik gedaan. Maar blijkbaar duurt dit heel lang om te groeien. Oh, daar zag ik iets. Kan ik het nu doen? Nope. Nog geen appels. Man. Ik wil weer geld van de overheid. 10 euro. Waar is mijn geld? In tijden van crisis zoals dit heb ik extra centjes nodig. Trouwens, als ik dan toch moet wachten. Jongens, 20 april start het nieuwe seizoen van de Survival. Als jij nog niet mijn Survival series hebt gevolgd, klik dan even op een belletje. Want jij gaat dat leuk vinden. We gaan een nieuw avontuur starten. 20 april om 5 uur. 3 keer per week op uw beeldbuis thuis te bekijken. Dat was de reclame. Gaan omhoog klimmen in de molen. Oké, je kan niet in de molen. We gaan niet omhoog klimmen in de molen. Waarom? Als je toch niet de molen in kan. Waarom doe je dan een trap? Als niemand naar binnen mag. Potverdorie. Zitten hier geheime poortjes? Nee. Oh, je weet dat je echt gaat vervelen als je gaat checken op geheime poortjes bij een molen. Zijn er appels? Appel. Ik ben intussen in iemands huis binnengegaan. Oh my god. Deze persoon heeft allemaal spullen. Yo, we gaan alles jatten. Ik wist helemaal niet dat je bij mensen dingen kon jatten. Dit is top. Dit is super. Heb je nog meer spullen? Hier. Dit. Hier. OMG, jongens. Wat is dit? Niets. Oké, we gaan gewoon dingen nakken. Let's go. Heb je iets? Ja, natuurlijk heb je fertilizer bij je toilet. En tomatenzaad, dat heb ik ook altijd. Hey. Oh, sorry, Son. Hallo. Oh, hij is boos. Ik ga er vandoor. Heb je hier nog spullen? Ik kom alleen even kijken of alles werkt, hoor. Alles werkt. Is hier iets? Nee, oké. Hey, dankjewel, partner. Later. Lekker, jongens. We hebben gewoon fertilizer. Ik ben blij dat ik naar binnen ben gegaan daar. Oké, ik doe het erop. Kan ik het harvesten? Nee, ook niet. Hè? Hoe gebruik ik dit? Ik zit er echt een muisknop te doen hier, maar het doet niets. Oké, misschien werkt dat daar niet of zo? Wacht even, ik ga hier tomaten planten en ik doe dan de fertilizer. Oh, dat werkt wel. Oh. Oké, we hebben echt fertilizer nodig, jongens. Dat gaat zoveel sneller. Weet je wat, doen het gewoon weer. Hup. Geef mij die spullen. Ik weet niet waarom het dan hier niet werkt. Oh, wacht even. Dat stond ook op zijn vliegtuig dat het niet werkte. Yo, flashbacks. Nu herinner ik het me pas. Oké, nou prima. We hebben in ieder geval 12 tomaten. Ik denk dat die elk moment eigenlijk klaar zijn. Namelijk over 3, 2, 1. Je wil niet weten hoe lang ik met mijn vinger sta te wijzen om een leuk knipje te kunnen doen nadat hij klaar is. 10 coins, yes, dankjewel, overheid. Shoutout naar jou. Thanks, Mark Rutte. Nu! Ja, ik heb precies goed getimed. Nee, zijn ze nog niet klaar. Er zit nog een stap tussen. Oh, ja. Oké. Niet goed getimed. Sla en mais. Ga maar lekker groeien. Waarschijnlijk zijn jullie met z'n allen al klaar voordat überhaupt die eerste maat is. Ik ga kijken of ik nog spullen kan stelen. Misschien zijn hier ook nog dingen te stelen. Oh, er gaat hier een ding naar beneden. Wat is dit? Valt hier iets te stelen? Oh, dat is waar ik startte. Oké, top. Goed opgelet, Wouter. Kan ik iets stelen? Pardon. Hallo. Ik kom even kijken of ik iets kan stelen. Yeah, boy. Blueberry seeds. Die kennen we niet. En wat is dit? Fertilizer. Oh, yes, baby. Oh, ik ben echt blij dat ik op zoek ben gegaan om dingen te stelen. Het is niet het goede voorbeeld, maar hey, dit moest gebeuren. Blueberries. Hoeveel gaan die opleveren? Oké, we gaan het gebruiken. Tjak. Hupsakee. Even kijken hoeveel we hiermee verdienen. Ik denk wel veel. Ik denk 6. Dubbele van de sla. Oeh, 5. I love it. Top. Maar hoe kan ik die nu weer vinden? Wacht even, waar had ik ze geplant? Oh, hier. Kijk, dit is wel chill, hoor. Hupsakee. En dan gaan we wat geld verdienen. En dan gaan we een beestje kopen. Want dan kunnen we fertilizer krijgen. 61 centjes. En ik hoop dat mijn appels ook bijna klaar zijn.
Koop een beestje. Hupsakee, we hebben er één gekocht. Wat hebben we gekocht? Een kip. Oké, nu komt er dus fertilizer binnen. Oh boy. Dit is top. Hey, ga jij lekker verpoepen? Dan hebben wij meer fertilizer. Dat is helemaal toppie. Is ondertussen zijn er appels? Nee, denk ik nog niet, hè? Denk ik nog niet. Oké. Gebruiken dit. En we kunnen harvesten. Toppie-joppie. Kijk eens even. We hebben kropjes sla. We hebben tomaatjes. Alles in de aanbieding. Wat je maar wil hebben. Laat het ons weten. Wij verbouwen het. En dan kun jij het van ons kopen. En dan worden wij superrijk. Yeah. Nee. Je hebt wel rare stippen. Zou ik wel naar laten kijken. Even kijken of onze kip nog goed aan het poepen is. Of we de darmen nog goed werken. Hey kippie. Ja, 7? Dit had ik zoveel eerder moeten doen. Kip, wat ben jij lekker bezig. Oh, wauw. Oké. Nou, dit is echt super. Hupsakee. Kropje sla. En dan ga ik dat denk ik ook gewoon gebruiken om meer dieren van te kopen. Is deze al klaar? Nee. Want die dieren... Yo, dat is echt super chill. Die waren 40 of zo? Ik weet het niet meer. Volgens mij waren het 40. Ik ga denk ik gewoon nog een keer upgraden. Of misschien is het nu duurder geworden. Dat zou op zich ook wel logisch zijn. Hallo? 40 alsnog. Let's go. Doen we nog een kip? Wat hebben we nu? Oh, een koe. Oh, jongen. Daar komt veel mest uit. Dat kan ik je vertellen. Ga er lekker voor zitten. Hurk goed door je benen. Laat het lekker vloeien. Dan kan ik het gebruiken om te verbouwen. Helemaal toppie dit. Kijk eens eventjes. Kropje sla. Een echte boer dit. Ga ik straks ook dat eiland unlocken. Waar ik hout kan hakken. Ja, ik weet niet wat ik daar kan. Maar ik weet ook niet waar mijn 300 coins is. Super duur. Zijn er al appels? Meen je dit serieus? Appelpersoon, appelboom. Ben jij serieus? Kan ik toch al harvesten? Nee, het duurt echt heel lang. Wouter, dat heb je al vaker gezegd. Ik weet het, maar het duurt ook echt heel lang. Is hier goed gepoept, jongens? Zo, 9. Lekker hoor. Daar word ik blij van. 9 zakken stront. Helemaal fijn. Hupsakee. De appels. Ik zie de appels. En het regent. Dat is ook goed voor de gewassen. Ik weet niet of het ook in deze game is, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan nu... Dit wordt echt... Hier gaan we zoveel geld cashen, jongens. Oh, nice. Oké. Gaan we nu die appels ophalen? Hier ben ik blij mee. Dit gaat even centjes opleveren, hoor. Gouden appels. Ik hoop alleen niet dat het dus maar 300 is. Die appelboom blijft staan. Oh, dit is zo'n goede investering geweest. Jeetje, dit is echt... Mwah. Ik heb nu 0 gold. Laten we eens even kijken hoeveel dat wordt. Is deze al goed? Nee. Zo, ik denk echt wel dat ik 400 gold uitkom. Oh! 666! Wat is hier aan de hand? Oh jee, dit is niet oké. We moeten snel wat kopen. 666 gold. Wat wilt het eiland me zeggen? Yes! We hebben het Forest Eiland. Let's go! Nou, dan ga ik ondertussen... Ga ik eventjes hier... Yo, ik heb nu zoveel geld, hè. Ik ben zo rijk! Dit duurt gewoon al zo lang om te kopen. Oh, nu duurt dit ook al lang! Alles in deze game duurt lang. Ik stop bij 20. En dan koop ik nog wat dieren erbij om sneller te kunnen harvesten. Oh, wauw. Oké, deze kan weg. Oh, die kan nog niet weg. Oké, ik ben heel benieuwd wat we met hout kunnen. Dus gewoon opeens komt er een heel nieuw iets bij, jongens. Hoe spannend is dat? Hoe spannend is deze video? Echt, als jij dit nog kijkt, dan ben je echt een baas. Of een baasin. Maar dan heb je ook wel echt niets te doen vandaag. Jij hebt hier echt niets te doen vandaag, net als ik. Ik zit ook maar hier gewoon te farmen. Yo, mijn hele farm is gewoon bijna vol door al die kroppen sla. Ik ben blij dat ik er niet meer heb gekocht. Ik heb oprecht nog maar één plekje over. Wauw, oké. We gaan hout hakken. Ik weet niet waarom, ik weet niet wat ik ermee kan, maar we hebben hier gewoon een houteiland. Ik denk dat we hier dan wat hout kunnen hakken, toch? You're down to chop trees. Ik ben trees aan het choppen. Oh, dit zijn extra plekken. Maar wacht even, ik heb dit om bomen neer te hakken. Welke bomen? Oh, ik kan hier nieuwe dingen... Oh, je kan hier nieuwe dingen kopen. Oké. Oh, hier zijn die blueberries en strawberries. Ah, nu snap ik het. Maar ik snap nog steeds niet waarom ik niet die bomen kan neerhakken. Dat is toch juist wat ik moet doen.
Wat staat hier? Sell your crops here. Ja, maar de bomen. Vertel me over de bomen. Hé, hey, 10 centjes erbij. Dankjewel, overheid. Shout-out naar jou, Mark Rutte. Oh, bomen. Ik denk mijn appelbomen. Maar waarom zou ik die willen hakken? Als die alleen maar appels blijven opleveren. Misschien als ik ruimte wil maken of zo. Ik weet het niet. Jongens, zijn jullie goed bezig geweest? Ik hoop dat dit helemaal vol zit. Dat zit het zeker. Maar wij gaan wel de fertilizer bewaren voor de strawberries, voor de aardbeien. Want ja, het is zonde om het nou hierop te gebruiken. Die aardbeien leveren me veel meer op. Kijk eens even, aardbeitjes. Neem jullie lekker wat fertilizer zo. En heb ik wat aardbeien. Ja, zo gaat het echt super hoor, jongens. Kijk naar wat een stroomversnelling aan inkomsten dat we hebben. Ik heb gewoon zoveel fertilizer waarmee ik deze strawberries kan laten groeien. 24! Oh, hier is er nog meer. En een paard. Paard? Kan ik jou ook laten groeien? Oh! Ik zou eigenlijk best wel een paard willen. Ik heb alleen geen zadel. Dus dat is wat lastiger. Want dan kan ik wel wat sneller rondbewegen. Zo, hupsakee. Wat een centjes. Verkoop hier je crops. Hoe dan? Of is het hier? Ik denk dat het hier is. Hoeveel krijgen we? Oeh, yes. 250 euro's. En hoeveel hebben we nodig voor het volgende eiland? 1000? Nou, dat valt nog wel mee. Dat kan ik best wel snel realiseren. Zo, we hebben 10 aardbeien. We gaan die even lekker planten. Oeh, daar komt de merchant. In 2 minuten komt hij weer. Oké, even denken. Oh nee, dan heb ik geld nodig. Ik heb geen geld. We hebben 2 minuten om geld te verdienen. Nou, op zich moet dat wel te doen zijn. Oh, kijk al die kroppen sla. Yo, dit gaan we nu allemaal harvesten. Oké, nou, jullie zien mij weer als ik al het... Als ik het hele land omgeploegd heb, dan zie je me weer. Oh, de merchant is over 1 minuut. Hij is sneller dan ik dacht. Want ik had eigenlijk mijn aardbeien ook nog willen doen. Ik weet nu niet of hier nog iets gaat groeien of niet. Want misschien moet ik daarom dus wel de takken weghalen. Maar we moeten nu eerst deze dingen verkopen. We hebben 2 stacks aan sla. En ja, eigenlijk wil ik die strawberries ook nog. Dus ik ga heel snel ook die strawberries nog oogsten. En, nee, weet je wat? Ik ga eerst ook nog even wat fertilizer halen. Want dan kan ik sneller met de strawberries werken. 32, let's go. Let's go. Oh, hij is er. Hij is er. Oké, snel aardbeitjes. Groei, mijn vrienden. Groei. Oké, top. Oh, ik hoor het vliegtuig. Ik hoor het vliegtuig. Hij is er. Schiet op. De eerste keer duurde het zo lang. Maar nu omdat ik dingen te doen heb... Is het heel kort. Zo. Maar ik heb gewoon die extra centjes nodig om echt vol te investeren bij die guy. Om daar allemaal geld te verdienen. Zo, en ik doe deze. Zo. Kijk eens eventjes. Hups, oké, 60. Oké, hoeveel gold krijgen we? Oh, 750. Oké, op naar die guy. Ik kom eraan, meneer. Niet wegvliegen. Ja, en we hebben weer golden apples. Oh, dan moet ik die eigenlijk verkopen. Dan heb ik genoeg voor 1000. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon doen. Shoot, oké. Nu moet ik dus heel snel gaan verkopen. En dan weer daarheen. Oh, ik hoop niet dat hij weggaat in de tussentijd. Ik hoop het niet. Dit is echt niet oké voor mijn hart. Oké, snel. Want nu heb ik 1000 als het goed is. Kom op. Ja, 1300 zelfs. Oh, schiet op. Niet weggaan, vriend. Blijf bij mij, ouwe vriend. Oké, snel, ik koop polar bear. Waarom koop ik een polar bear? Weet ik veel. Waarom komt hij niet? Een gouden tractor. Waarom kan ik... Waarom... Het werkt niet. Ik heb een tractor. Waar is dan mijn tractor? Nee. Oh, nu heb ik nog een tractor. Nee, maar ik krijg helemaal niet. Shoot, ik heb daar een tractor staan. Een gouden tractor. Waarom kan ik dit niet kopen? Oh man, wat moet ik nou met 2 tractors? Het is wel chill voor snel bewegen, maar ik wil een polar bear. Hé, verdorie. Game werkt gewoon niet. Dit is wel heel sneu hoor, mensen. Maar deze tractor gaat mij wel echt... Die helpt mij wel enorm. Ik koop je zo'n map. Kost klauwen met geld. En dan werkt je map niet. Kom op. Polar bear.
Golden tractor. Oké. Dan gaan we strawberries verkopen en dan gaan we naar het volgende eiland. Ik ben zo snel. Zo, even de laatste strawberries hoor. Ik weet niet hoeveel ik er precies nodig heb, maar ik ga ze gewoon hier met fertilizer gebruiken. Zo. Alright, we hebben er 30. Gaan we weer verkopen. Kan ik die verkopen met mijn tractor? Oh, past dat? Nee. Dat past niet. Dan ga ik er wel op staan. Oh, net niet genoeg. Nou ja, dan doe ik er nog even een paar. En we hebben er 996. Net niet genoeg. Alright, op naar het laatste eiland. Of tenminste, voor mij het laatste eiland. Hupsakee. Dat kunnen we hier kopen. Peer en appels. Ga je nou echt appels en peren vergelijken met elkaar? Wow. Oh, dat zijn ook bomen. Oh, dat is wat chill. Oh, dat is wat chill. En die werken dus wel gewoon met de fertilizer. Oh, maar ze leven er maar 8. Waarschijnlijk omdat ze blijven staan. Nou, we hebben hier nog Desert Island, jongens. Ik vind dat wij een prachtig avontuur hebben gehad als boer zijnde. Dit is het enige wat we nog missen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik mis het niet. Ik wilde gewoon een gouden tractor en een ijsbeer. En dan kon ik gewoon rustig verder gaan met mijn quarantaine leven. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Check dus 20 april de extra, of tenminste de survival. En check mijn Brawl Stars video's op mijn andere kanaal, Dodo 2. Abonneer er zeker eventjes en ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Doei!